Welkom allemaal. Welkom bij de Lockdown. Een nieuwe show waarin jullie in de komende periode updates en politieke analyses hopen te geven van de crisis waar we met z'n allen in zitten. Wie zijn wij? We zijn een groepje vrienden die elkaar al meer dan 10 jaar geleden hebben leren kennen tijdens de studentenprotesten en actief zijn binnen linkse sociale bewegingen. Ik ben Jelle Bruinsma, ben afgestudeerd in sociaal-economische geschiedenis en ben werkzaam op de universiteit. Jeremy Crawlsmit, ook in beeld. Jer, zwaai even en introduceer jezelf even. Ja, ik ben Jeremy. Ik ben actief in de klimaatbeweging. Ik kom hier vanuit de lockdown in Utrecht. Spreek ik je toe. Ik ben mede-organisator van het 2DA5 Festival voor activisten. Er zijn nog meer mensen bij betrokken die op dit moment niet in beeld zijn. Onder andere Hessel Schaaf, die op dit moment het beeld en geluid verzorgt. En hebben we Loes de Klein, een Rotterdamse in hart en nieren. Ze werkte voorheen als organizer bij de FNV, is nu huisarts in opleiding. Dus met name haar kennis van de gezondheidszorg zal ons de komende maanden zeer goed van pas komen. En last but not least hebben we Alexander Beunder, die ook betrokken is bij de show. Hem krijgen jullie hopelijk ook nog vaak te zien. Alex heeft als getraind econoom in het onderwijs gewerkt en werkt momenteel als onderzoeksjournalist aan een zeer interessant project. Maar nu eerst de situatie waar we in zitten. We zitten inmiddels in de 4e maand van de wereldwijde coronacrisis. En ondanks dat we hier in Nederland pas 3 weken sinds 12 maart binnen zitten, duurt de crisis dus al een stuk langer. En wij zijn boos. Boos over de ogenschijnlijke lethargie en prioriteiten van onze politieke leiders, wereldwijd, maar ook specifiek in Nederland, die het door laten draaien van de economie veel te lang belangrijker hebben gevonden dan het voorkomen van vele doden. En deze show heet dan wel de lockdown, maar in Nederland zitten we in een lockdown light en worden veel mensen alsnog gedwongen naar hun werk te gaan. En ook wordt er vanaf het begin al in Nederland heel beperkt getest. Ondanks dat experts wereldwijd dit als een van de belangrijkste middelen zien om verspreiding te beperken. Bovendien is er in Nederland jarenlang ernstig bezuinigd op de gezondheidszorg. In de thuiszorg werden 75.000 mensen ontslagen. De winsten voor verzekeraars en dus de zorgkosten voor de burger stegen radicaal. In 2019 bleven er door een gebrek aan opleidingsplekken 140.000 vacatures onvervuld en nam de werkdruk voor het nu zo essentieel geachte zorgpersoneel enorm toe. Wereldwijd zijn er slechts 7 andere landen waar er meer doden zijn gevallen dan Nederland. En dat ondanks onze grootte, dit kleine landje. Duitsland, onze buur, met een bevolking die gemiddeld ouder is en 5 keer zo groot is, heeft minder doden dan wij. Ongeveer 250 doden minder. En we zijn met z'n allen denk ik ook enorm bang. Bang voor de lange isolatie, maar ook bang bovenal om dierbaren te verliezen. Zelf ken ik inmiddels al 5 mensen die met een zware coronabesmetting thuis zitten, thuis aan het uitzieken zijn, maar niet eens worden meegeteld bij de besmettingscijfers. En gisteren hoorde ik dat de zus van mijn oom op de intensive care lag en inmiddels is overleden. De komende weken willen we dan ook met jullie een antwoord vinden op vragen als waarom Nederland zo laat was met maatregelen, ondanks herhaalde aanmaningen tot actie van de World Health Organization. Waarom Nederland zo slecht voorbereid lijkt. Wat de gevolgen zijn voor de vele mensen in kwetsbare posities. En waarom er zo'n sterk gebrek lijkt te zijn aan internationale solidariteit. En wat wereldwijd, maar ook in Nederland specifiek, de politieke, sociale en economische impact zal zijn van deze crisis die nog lang zal duren. Dat en nog veel meer willen we bespreken met gasten die we zullen interviewen. Maar we hopen ook dat we ons platform verder kunnen uitbreiden om elkaar te ondersteunen in deze moeilijke tijden. Onder andere door interactieve sessies, online bijeenkomsten. Maar Jeremy zal jullie aan het einde van de show vertellen welke plannen we hebben en met name ook hoe jullie daaraan kunnen bijdragen en welke gasten jullie in de komende weken van ons kunnen verwachten. Dat gezegd hebbende, Jer, waar wil jij over praten? Wat is je deze week opgevallen of de afgelopen tijd? Zijn er dingen die je doet vrezen? Zijn er dingen die je hoop geven? Ja, hoop, vrees, irritatie, boosheid. Alle emoties komen voorbij. Waar ik me vooral heel erg over irriteer, is de manier waarop in de media en ook vanuit de politiek gewone mensen tegen elkaar worden uitgespeeld in deze crisis. Terwijl
weet je wel, de politiek daarbij grotendeels buitenschot blijft. We worden aangemoedigd om onze buren, mensen in de supermarkt, boos op hun te worden. In plaats van te richten op andere mensen die veel meer verantwoordelijkheid hebben in deze situatie. Denk daarbij aan de situatie in de voedselbanken. We hebben gehoord dat die bijna leeg zijn. Mensen kunnen bijna geen eten meer krijgen via de voedselbanken. En dat zou het gevolg zijn van het hamsteren, van het van mensen die extra inkopen aan het doen zijn tijdens onzekere tijden. Die 100 toiletrollen inslaan, zeg maar. Ja, daarom er geen voedsel meer voor de voedselbank is. Ja. Daarnaast denk aan de fitnessgroepjes in de parken die veel te groot zijn. De kinderen die te veel buiten spelen. Weet je, ik denk natuurlijk moeten we als individu onze eigen verantwoordelijkheid nemen. Maar wat daarbij niet wordt gezegd is dat we... Kijk, we kunnen niet verwachten dat mensen die verantwoordelijkheid gaan nemen als constant de signalen uit de politiek en de media zo laks zijn geweest. En zo, dat ze zo lang hebben gewacht met deze crisis serieus te nemen, weet je. Als die signalen er niet zijn, dan gaat het gros van de mensen gaat er ook niet serieus met deze crisis omgaan. Dus, weet je, ik vind het super irritant. En ik, weet je, terwijl de grote schande is juist dat er überhaupt voedselbanken zijn in zo'n rijk land als Nederland, weet je. Waarom zijn er geen steunpakketten voor arme mensen die naar de voedselbank gaan? Waarom zijn er geen steunpakketten voor mensen met nulurencontracten? Voor vluchtelingen, gedetineerden die dicht op elkaar zitten in opgesloten ruimtes, weet je? Ja, want voedselbanken zijn meestal gewoon aan het wachten op wat er over is uit de supermarkten. Ja. Goed doel, in plaats van door de overheid georganiseerd steunpakket voor arme mensen. Ja, weet je, ik bedoel, een normaal kunnen rondkomen is een mensenrecht, weet je. Dat is niet iets waar je op moet rekenen op de goeddadigheid van een supermarkt. Maar waar ik op wil hameren is dat we ons niet tegen elkaar moeten laten uitspelen, weet je. We moeten, als je kijkt naar alle solidariteitsinitiatieven die zijn opgestart, naar diverse wederzijdse hulpprojecten die aan het oppoppen zijn, dan zie je juist dat we niet bang voor elkaar hoeven te zijn, niet boos op elkaar moeten worden, maar dat we elkaar juist nodig hebben in deze tijden. Verder. Ik weet niet of ik dit irritanter vind als het vorige punt, maar de manier waarop er in de media en ook vanuit de politiek wordt gezegd dat we alle kritiek op de leider, op de president voor ons moeten houden. Weet je, omdat mensen zekerheid nodig hebben in onzekere tijden. Bijna het hele politieke spectrum die zegt dit. Ik vind het zo'n bullshit. Dat Rutte geweldig bezig is. Ja, weet je, als je kijkt naar zoals je in je introductie al verteld hebt, naar de lakse houding die ze hebben gehad, naar hoe laat ze zijn met alles, dan denk ik, ja, dat... Dat slaat echt zo nergens op. Juist in tijden van crisis is kritiek extra belangrijk, omdat de gevolgen ook zo groot zijn van het beleid dat wordt gevoerd. Als je kijkt naar de brandbrief die naar Rutte is gestuurd, die heeft gezorgd voor dat het beleid is aangescherpt, dat er social distancing is gekomen, dat scholen dicht zijn gekomen. Weet je, dat wilden ze niet doen, want de economie was belangrijker, maar uiteindelijk is het er door die kritiek wel gebeurd. Denk ook aan de ophef over de opmerkingen van minister Wiebes, heb je wellicht gehoord. Ja, over ZZP'ers dat die zelf gekozen hebben voor onzekerheid en dat ze nu maar gewoon op de blaren moeten zitten. Daar kwam het op neer, hè? Ze hebben er toch wel een beetje zelf voor gekozen, was het verhaal, weet je wel. Ja, echt ongelooflijk. Daar is superveel kritiek opgekomen. En nu zie je, binnen de kortste keren is er voor de eerste drie maanden althans, is er nu steun voor ZZP'ers, voor een miljoen mensen in Nederland. Dus het allerbelangrijkste wat we hiervan kunnen meenemen, denk ik, is hoe belangrijk die kritiek is, juist in deze tijden, want het helpt echt. En ik hoop dat we met op dit kanaal
ja, ook die kunnen bijdragen daaraan. En ook voor groepen mensen die je misschien niet zo vaak hoort in de media. En die echt in deze tijden echt steun nodig hebben. Ja, ja, belangrijke punten. En het onderwerpen zijn waar we de komende periode nog heel veel over gaan praten met verschillende gasten. Dat brengt ons bij onze eerste gast. We gaan over naar ons interview. Dus Jerome, kom er maar in. Kijken of dit technisch allemaal werkt. Kijk. Hey, Jelle. Welkom. Hey, goedendag. Hey. Ik ben heel blij om Jerome Roos te introduceren als eerste gast van onze show. Persoonlijke vriend, maar ook iemand wiens expertise uitermate relevant is in deze tijden. Jerome richtte in 2011 alweer War Magazine op. Een website om analyses te delen over de wereldwijde opstanden. En die website, maar ook Jerome zelf, zijn sindsdien een zeer invloedrijke stem geworden binnen het linkse debat wereldwijd. Jerome doseert internationale politieke economie aan de London School of Economics. En zijn PhD-thesis werd bij Princeton University Press gepubliceerd onder de titel Why Not Default? The Political Economy of Sovereign Debt. Oftewel over de schuldencrisis die we de afgelopen decennia hebben gezien, onder andere in Argentinië en Griekenland. En ook de afgelopen weken heeft hij drie belangrijke artikelen gepubliceerd over de politiek-economische kant van de coronacrisis. Welkom, Jerome. Ten eerste, voordat we het over je artikelen gaan hebben en de analyse, hoe gaat het met jou? Hoe is jouw persoonlijke en werkende leven veranderd als gevolg van deze crisis? Ja, allereerst dank jullie wel voor de uitnodiging. Het is super tof om bij deze eerste aflevering van de lockdown te zijn. Mm-hmm. Mijn persoonlijke leven, ja goed, ik ben natuurlijk op een bepaalde manier persoonlijk getroffen, zoals we er allemaal persoonlijk door getroffen zijn. Ik heb gelukkig niemand in de naaste kring die medische problemen heeft door coronavirus. Helaas wel mensen die andere medische problemen hebben en daardoor ja, met moeite nu medische zorg kunnen krijgen, omdat de ziekenhuizen gewoon voller en voller raken en de intensive care bedden voller en voller raken. Maar om even een soort kort van persoonlijk verhaaltje te vertellen. Wij waren toevallig in Italië, in Noord-Italië, op het moment dat bekend werd dat de uitbraak daar eigenlijk out of control aan het raken was. Dus wij waren daar op het moment dat die lokale lockdown in een bepaalde dorpen in Lombardije werd aangekondigd, en in Veneto. Mm-hmm. En op dat moment was het nog niet duidelijk dat er een algehele nationale lockdown zou komen, maar dat gebeurde de week daarop. Er is uiteindelijk ook gebleken dat er op dat moment al in het dorp waar wij waren coronavirus rondging. Dat weet ik omdat een van de gevallen van de mensen die in Brabant in het nieuws waren geweest, die het mee hadden genomen naar een skitrip, precies in hetzelfde dorp zaten als wij. En die hebben het dus gehad. En die in een artikel in de NRC vertelde die dat hij aan het skiën was op dezelfde pistes als waar wij geskiet hadden. Dus daardoor wist ik dat het in de buurt was. En het bizarre is dat we bij terugkomst uit Italië, ik in ieder geval, best wel wat klachten hebben ontwikkeld die leken op een mogelijke lichte, hele milde besmetting. Dus ik ben gewoon uit pure zekerheid direct thuis gebleven. En zit eigenlijk al sinds begin maart in een soort van persoonlijke lockdown. Dus ik ben niet naar werk geweest, geef online les en al die dingen. Voor de rest is de situatie gewoon vergelijkbaar, denk ik, met de meeste mensen in Nederland. En er werd je niet gevraagd om getest te worden? Ja, dat is dus inderdaad het verhaal. Daar wou ik op inhaken, wat je zei in je introductie. Er werd totaal niet getest. Sterker nog, er werd geweigerd om een test te ondernemen, omdat er gespaard wordt op de testmiddelen die niet toereikend zijn. Terwijl men in januari al had kunnen weten dat er een overwaaiing van het probleem uit China logischerwijs te verwachten was. Dus men had maanden in feite, om zich hierop voor te bereiden, om die testkits in te kopen, dat soort dingen. Maar er zijn er gewoon niet genoeg om mensen met milde symptomen te testen. Dus dat is de absurde situatie die je ook al uitlegt in de introductie. En dat is natuurlijk schrijnend. Ja, absoluut. En nog wel schrijnend dat het een politieke keuze lijkt te zijn geweest, in plaats van een onvoorkombaar probleem. Absoluut, absoluut. Een totale erger onderkenning van het probleem in de vroege stadia. Absoluut. Ja, exact. Over die kanten kunnen we ook eeuwig spreken, maar met jou willen we voornamelijk spreken over de niet-medische kanten, de politiek-economische gevolgen van deze crisis, die heel groot zijn, gigantisch. En vorige week publiceerde je eerste artikel hierover op Tribune Magazine, waar we in de beschrijving naar zullen linken, dus mensen kunnen het zelf lezen, over de gigantische schuldencrisis die ons staat te wachten.
We zitten plotseling, zoals je schreef, in een ongekend economisch experiment. Wat gebeurt er wanneer je opeens een groot deel van de productieve en commerciële activiteiten wereldwijd stillegt? En specifiek in een economie die wereldwijd dus al jarenlang recordniveaus van schuldenlasten laat zien. Kun je ons uitleggen wat de situatie nu is, waar de globale economie voor staat? En daarbij ook een samenvatting geven van het afgelopen decennium aan economisch beleid dat ons eigenlijk ook in deze situatie heeft gebracht. Het nu wordt getriggerd door een heel specifiek geval, namelijk de coronacrisis, maar die er eigenlijk al was. Ja, absoluut. Ik specialiseer in mijn eigen academisch onderzoek op het gebied van schulden. Dus dit verhaal is voor mij vrij bekend, maar ik zal het proberen op een manier uit te leggen dat het enigszins toegankelijk is, ook voor anderen die er misschien niet zoveel over lezen. Het schuldenprobleem waar we nu mee te maken hebben is eigenlijk een probleem van de lange termijn. Het loopt al sinds de jaren 70. Eigenlijk sinds dat er een soort van omschakeling is geweest van een soort van Keynesiaanse georganiseerde kapitalistische economie die in crisis is geraakt in de jaren 70, hebben we een enorme toename gezien in schuldenniveaus wereldwijd. Dus dit is een probleem wat al heel lang bij ons is en dat al sinds de jaren 80 regelmatig tot grote schuldencrisis leidt. Die eerste crisis waren voornamelijk dan in ontwikkelingslanden. Dus Latijns-Amerika in de jaren 80 bijvoorbeeld, Zuidoost-Azië in de jaren 90, verschillende landen sindsdien. Maar dit is natuurlijk, het hele verhaal van die schulden is enorm geklapt in 2008 in de globale en de wereldwijde financiële crisis. Ja. En de manier waarop die crisis is opgelost is in feite heel cru. Dus in feite hebben ze een probleem opgelost dat veroorzaakt is door te veel schulden, door nog meer schulden, nog meer krediet het systeem in te pompen. En dat hebben ze aan de ene kant gedaan door de financiële sector zoals die bestond gewoon op te proppen, gewoon op te staande te houden. Door die banken te redden in de vorm van bail-outs in 2008 en 2009. En daarmee werden natuurlijk veel van die schulden die in het bankaire systeem zaten overgeheveld naar de staat. Dat was in feite ook de grondslag van de Europese staatsschuldencrisis die ontstond daarna. Maar er is daarnaast nog een verder probleem. En dat is dat de centrale banken op een heel agressieve manier de financiële sector te hulp zijn geschoten. Door eigenlijk een ongekend economisch experiment aan te gaan. Eigenlijk heeft alleen Japan dat nog gedaan. Maar dat hebben we nu op veel grotere schaal hier ook in Europa, in Amerika en in Engeland geprobeerd. En dat is het hele beleid van monetaire verruiming. En wat de centrale banken daarmee eigenlijk doen, is dat ze obligaties, eigenlijk schulden, opkopen van bestaande banken. En dat ze die banken in ruil daarvoor nieuw geld geven. Geld dat ze in feite gewoon creëren op een computerscherm uit het niks. En wat ze daarmee doen, is dat ze de banken een manier geven om van die slechte schulden af te komen, die ze normaal niet op de markt kunnen verkopen. Eigenlijk waardeloos papier. En in ruil daarvoor krijgen ze cash. En die cash die kunnen ze vervolgens gaan uitlenen. En het idee is dat ze dat gaan uitlenen aan de reële economie, zodat er een nieuwe groei ontstaat in die economie. En dat de hele groei weer een beetje aangezwengeld wordt. Zoals we nu kunnen zien, is dat het afgelopen decennium niet zo gebeurt. Wat er in feite gebeurd is dat die investeerders die dat geld hebben gekregen van de centrale bank, die hebben dat in speculatieve investeringen gepompt. Dus bijvoorbeeld staatsobligaties in ontwikkelingslanden. Bijvoorbeeld vastgoed. Dat is een van de redenen dat de huizenmarkt in Nederland zo oververhit is. En vooral in Amsterdam. Maar ook in Londen, San Francisco, et cetera, et cetera. Zo, een hele hoop van dat van het geld van die centrale banken komt uiteindelijk in dat soort sectoren terecht. Ook op de effectenbeurs. Dus Wall Street heeft een gigantische bubbel meegemaakt de afgelopen 10 jaar. Dus wat je in feite ziet is dat die crisis van 2008 is opgelost door nog meer bubbels, nog grotere bubbels op te blazen, nog meer schulden het systeem in te pompen. En er waren al verschillende stemmen dus op zich niet eens in kritische of radicale kringen, maar zelfs in het Internationaal Monetair Fonds, in de Wereldbank. Die daar de afgelopen maanden waarschuwingen over begonnen te geven. Met het idee van, luister jongens, we hebben zoveel schulden in het systeem zitten, dat een kleine recessie, een kleine externe schok, er al toe kan leiden dat die hele house of cards, die hele berg schulden, zomaar kan inlazeren in feite. Gewoon compleet kan instorten. En die waarschuwingen waren er al voor het begin van de coronacrisis. Toch? Precies. Dus ja. Die waarschuwingen die zijn de afgelopen jaren steeds sterker geworden. Die zijn er eigenlijk al 10 jaar, maar die zijn steeds sterker geworden. En eigenlijk sinds oktober, november, december kwamen er meer en meer waarschuwingen vanuit het Internationaal Monetair Fonds, vanuit de Wereldbank, dat dit zou gaan leiden tot een grote schuldencrisis. En dat was nog helemaal los van deze pandemie. Dus we zaten in feite al te wachten op een bepaalde schok. En we wisten nog niet wat die schok zou gaan worden.
Maar het was duidelijk dat er binnen nu en ja, niet al te lange tijd een nieuwe schuldencrisis zou ontstaan. Nog niet helemaal duidelijk waar die zou ontstaan, waar het zou beginnen. Maar wel duidelijk dat het onvermijdelijk een grote crisis zou gaan worden. Nou ja, nu kom je dus in een situatie terecht waar je door een onverwachte pandemie, die overigens ook niet compleet onverwacht is, bepaalde medische experts die hebben dit ook al zien aankomen. Ja, in feite dus, zoals je al in je introductie zei, de hele economie moet lamleggen. Je moet de complete productieve commerciële activiteiten stilleggen om te voorkomen dat die pandemie zich nog verder verspreidt. En het gevolg daarvan is dat, ja, naast een enorme economische ineenstorting, echt een hele heftige, je kunt het niet eens meer een recessie noemen, het is echt een depressie, dat je daarnaast dus ook in een situatie komt waar veel bedrijven, veel staten, veel ontwikkelingslanden, veel huishoudens, die schulden die ze hebben, niet meer kunnen terugbetalen. En op dat moment wordt dus die hele schuldenberg die al op klappen stond, ook door financiers, door investeerders, door bankiers, in twijfel getrokken. En krijg je dus totale financiële paniek op de markt. En dat is in feite wat we de afgelopen weken hebben gezien. En waardoor je die enorme interventies kreeg van Federal Reserve in de VS, van de Europese Centrale Bank hier. En dat was in feite een realisatie in die monetaire kringen. Dat het systeem wederom, net zoals in 2008, gewoon echt aan de rand van de afgrond staat. Omdat het hele internationaal betalingssysteem en het betalingsverkeer in gevaar wordt gebracht door die paniek op de markten over de houdbaarheid van de schuldenlasten. Dan maak ik mezelf niet zo heel veel zorgen over die investeerders. Maar het probleem is natuurlijk wel dat wij als gewone mensen, bij ons ook een afhankelijkheid bestaat van het kapitalistische systeem. En dat is natuurlijk een situatie waar we niet heel erg blij mee zijn, maar die wel een realiteit is. Dus op het moment dat die financiële sector instort, ja, dan kunnen mensen in Nederland ook fluiten naar hun pensioens, pensioenen. Dan krijg je ook in Nederland verregaande gevolgen daarvan voor gewone burgers, voor arbeiders, voor mensen in de middenklasse, voor iedereen in feite. Dus het punt was in feite, ja, je wil zo'n ineenstorting op een bepaalde manier voorkomen, maar tegelijkertijd wil je ook voorkomen dat je hetzelfde doet als je vorige keer hebt gedaan. In 2008, in 2010, in 2015. Door dat hele systeem gewoon in stand te houden en nog meer schulden erin te pompen. Dus wat mij betreft is dit echt een heel erg, echt een unieke situatie waarin dit systeem zich bevindt. Dat hebben we sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer meegemaakt. Ja. En de grote vraag is inderdaad, ja, hoe houdbaar is dat alles? Hoe houdbaar is die schuldenberg, maar ook het systeem wat afhankelijk is van die kredietstromen? Hoe kwetsbaar is dat? En hoe zou het mogelijk zijn dat dat inderdaad gewoon in één lazert als deze crisis lang genoeg voortduurt? Ja. En we komen zo op de rol de maatregelen die men in de eurozone probeert te nemen om hier iets aan te doen. Maar zoals ik het begrijp, zijn er nu ook met name de emerging markets, Brazilië, Argentinië, Nigeria, et cetera, die het allergrootste risico lopen. Dat op dit moment in een crisis het geld met name wordt weggetrokken uit die landen en allemaal vlucht naar de dollar, wat zogenaamd veilig is. Dus die emerging markets het hardst geraakt gaan worden. Klopt, absoluut. En dat was al, wederom was dat iets waar de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds maanden geleden al voor deze pandemie voor waarschuwden. Dat die emerging markets heel erg kwetsbaar waren. En dat hebben we al een paar keer gezien. We zagen het in 2013. Toen was er een verhoging van de renteniveau in de VS. Waardoor investeerders ineens bang werden dat bepaalde emerging markets niet meer in staat zouden zijn om hun schulden terug te betalen. En dat leidde tot een soort van panieksituatie. Dat heette de taper tantrum, noemen ze dat in het Engels. Ja. Waarbij de angst ontstond dat die emerging markets, ja, in feite op hun bek zouden gaan. Omdat ze gewoon in een crisis zouden komen waar ze hun schulden niet meer konden terugbetalen. Dat is uiteindelijk, op dat moment, heeft zich die crisis niet volledig gemanifesteerd. Dat is weer gestabiliseerd. Maar op dit moment stroomt er zoveel kapitaal uit die emerging markets. Dat het is meer dan wat er in 2013 gebeurde tijdens die taper tantrum. En het is ook meer dan dat er in 2008 gebeurde tijdens de wereldwijde financiële crisis. Dus je hebt nu een situatie waar landen als Brazilië, Turkije, Argentinië, Indonesië, vooral Zuid-Afrika ook, in een situatie zitten waar het heel penibel is. En het mogelijk zou zijn dat zij binnenkort moeten stoppen met het terugbetalen van bepaalde schulden. Omdat het gewoon niet meer stand kan houden. Ja, en zeker ook omdat die financiële crisis, die raakt er nu al, terwijl de echte medische gezondheidszorgcrisis daar nog echt in volledigheid moet toeslaan. Met name in een land als Zuid-Afrika bijvoorbeeld, met meer dan 7 miljoen mensen die HIV hebben en dus enorm kwetsbaar zijn voor deze ziekte, voor dit virus.
Ja, je moet eigenlijk niet over nadenken hoe dramatisch dat zou worden als dat inderdaad zich daar ook gaat verspreiden. En juist vanwege die gewaarwording van dat probleem wordt er nu ook heel scherp gereageerd in Zuid-Afrika, wat vervolgens weer die economische effecten heeft. Dus het is een ongelofelijke contradictie hier, een tegenstelling tussen de noodzaak van een kapitalistische economie om alles draaiend te houden en de noodzaak vanuit volksgezondheidsperspectief om alles stil te zetten. En dat vind ik zelf een fascinerende tegenstelling. Want dat geeft gewoon aan dat je op dit moment het algemene goed, het publieke goed, direct in een clash ziet komen met hetgene dat ons systeem vereist. En dat is dat alles gewoon doorgaat zoals het hiervoor ging. En dat kan op dit moment gewoon niet. Dus die crisis is in feite aan de bodem, aan de grondslag, is dat de oorzaak van deze crisis. Dus je kunt het eigenlijk vanuit economisch perspectief niet stopzetten, maar je moet het vanuit sociaal en medisch perspectief wel degelijk stopzet. En de gevolgen daarvan, ja, die zullen duidelijk gaan worden de komende maanden, maar die zijn best angstaanjagend als je die even doordenkt. Ja, absoluut. En ik denk dat die spanning, dat we die ook in Europa zien terugkomen op een ander niveau, op een andere manier, in de maatregelen die overdag worden op dit moment, waar strijd over gevoerd wordt. En dat is waar je tweede artikel, wat je deze week in The Guardian publiceerde, samen met David Adler, en ook het artikel dat je gisteren publiceerde in het Financieel Dagblad, over gaat, namelijk de crisis in de eurozone en dan met name ook de zeer kwalijke en wrede rol die de Nederlandse overheid nu op zich neemt daarin. En in het kort komt het erop neer dat Nederland samen met Duitsland, Oostenrijk en Finland economische noodmaatregelen blokkeert die de broodnodige hulp zou bieden aan met name de landen die binnen de eurozone het hardst geraakt worden, Italië en Spanje. Maar uiteindelijk ook de hele eurozone zouden helpen om hier doorheen te komen. En volgens mij is dit tekenend voor iets wat we in deze crisis zien. Een enorme breakdown van internationale samenwerking en solidariteit. Het begon met het niet luisteren en ook het niet financieren van de World Health Organization. Berichten hebben we allemaal voorbij zien komen dat de Verenigde Staten probeerden een Duitse fabrikant om te kopen om, als ze een vaccin hadden gevonden, dat exclusief voor de VS te behouden. Het niet helpen van China aan het begin, het niet helpen van Italië in den beginnen. Binnen de VS met competitie tussen de verschillende staten voor goederen, maar ook het niet helpen van armere landen. En binnen de eurozone probeert Nederland eurobonds of coronabonds tegen te houden op een manier die de Portugese minister-president Antonio Costa zelfs zich deed uiten over minister van Financiën Wopke Hoekstra als repugnant and senseless. En zulk taalgebruik is echt enorm zeldzaam in diplomatieke kringen. En inmiddels hebben we natuurlijk Hoekstra en Rutte hun eigen hachje proberen te redden door een donatie aan te bieden van 1 miljard. Een schijntje van wat de hulp via andere maatregelen zou zijn. Maar tegelijkertijd zien we vandaag een artikel in de Volkskrant van 60 mainstream economen en bankiers die betogen hoe belangrijk het nu is om veel grootschaligere steun te geven aan de hardst geraakte landen. Via het ESM-noodfonds of anders via de uitgifte van coronabonds. Maar Nederland en ook Duitsland lijken dat tegen te blijven willen houden. Kun je voor ons een kijken uitleggen wat de politiek-economische logica hierachter is? En misschien daarin ook meenemen in layman terms wat coronabonds precies zijn, hoe dat zou werken? Ja, goede vragen. Nee, laat ik eerst even die laatste vraag oppakken, zodat we in ieder geval meteen duidelijk hebben wat die coronabonds zijn. In feite is een coronabond, laat ik eerst uitleggen wat een bond is. Een bond is in feite een staatsobligatie in dit geval. En een staatsobligatie is niets minder dan een stukje papier. Dat eigenlijk een staat kan uitgeven. Als ik bijvoorbeeld een staat ben en ik wil lenen op de internationale markt, dan kan ik dat stukje papier verkopen aan investeerders. En op dat stukje papier staat in feite dat ik, de staat, zeg hierbij toe dat ik over 30 jaar, als het om een 30-jarige obligatie gaat, de volledige waarde van die obligatie zal terugbetalen aan de investeerder die het op dat moment in handen heeft. En in de tussentijd betaal ik elk jaar of elk kwartaal of elk halfjaar wat een coupon genoemd wordt. Dus in feite gewoon de rente. Dus in feite wat het is niet meer of minder dan een lening. Met het enige verschil dat zo'n stukje papier door degene die het in handen heeft kan doorverkocht worden aan anderen. Dus het is in feite gewoon een lening, zo moet je het zien. Maar het is een lening die van hand naar hand doorgegeven kan worden. En die kan daardoor dus ook door de Europese Centrale Bank uiteindelijk worden opgekocht. En op die manier, zeg maar, in feite weggehaald worden uit de markt. Dus dat is precies wat de ECB doet met die monetaire verruiming, waar ik het eerder over had. Mm-hmm.
Het idee van de coronabonds is dat je in plaats van dat op staatsniveau uit te geven, op nationaal niveau, dat je dat eigenlijk op Europees niveau gaat doen. En de argumenten daarvoor zijn dat als je dat op Europees niveau doet, dat het dan goedkoper wordt voor de landen die het zwaarst getroffen worden en die op dit moment de hoogste rentekosten hebben, zoals Italië en Spanje, om te lenen. En waarom is dat noodzakelijk? Omdat zij op dit moment natuurlijk gigantisch veel middelen nodig hebben om die crisis te bestrijden. Zowel op medisch, volksgezondheidsvlak, als op economisch vlak. Om te voorkomen dat mensen die een baan verliezen zonder geld komen te zitten, et cetera, et cetera. Dus er is enorm veel investering nodig. Er is enorm veel geld moet die economie ingepompt worden om ervoor te zorgen dat we tijdens die lockdown gewoon in ieder geval kunnen overleven. Op dit moment kan Italië bijvoorbeeld, vanwege de hoge staatsschuld die het heeft, niet genoeg geld lenen, of in ieder geval niet goedkoop genoeg geld lenen, om die investeringen te maken. Dus je kunt dat ook zien aan de hulppakketten die op nationaal niveau tot nu toe zijn toegezegd. In Italië ging het om 25 miljard, het land dat het zwaarst getroffen is. Als je dat vergelijkt met Duitsland, daar ging het om 750 miljard. Dus dat is 30 keer zoveel. Dat betekent dus daarnaast ook zitten daar wat soort van andere situaties aan vast. Die 750 miljard, daar zitten ook leningen in. Dus het is niet allemaal, er zijn ook garanties en dergelijke. Maar toch geeft het aan dat Duitsland op een veel grootschaliger niveau bezig is om de crisis te bedwingen dan Italië op dit moment kan doen. En dat is allemaal, dat hangt het weer samen met hoe de vorige crisis is opgelost. Want het probleem dat Italië heeft, is dat Italië op dit moment een enorme staatsschuld heeft. Heeft het al hele lange tijd. En dat die staatsschuld, die is nooit geherstructureerd of gedeeltelijk vergeven na de schuldencrisis van 2010 tot en met 2015. Dus de Italianen die runnen al jarenlang een overschot op hun, wat in economische termen een primair overschot heet. Dus haal je in feite meer belastingen binnen dan dat je uitgeeft aan sociale voorzieningen. Ze hebben een groot overschot om die schuld te kunnen terugbetalen. Het is niet zo dat Italianen geen goede boekhouding hebben, zoals we hier in Nederland wel vaker horen. Weet je. Eigenlijk is het heel bizar, maar Italië heeft in de 10 jaar sinds de Europese crisis een beter en zuiniger beleid gevoerd dan Nederland. En dat weten weinig mensen, maar Nederland heeft een primair tekort gehad in de 10 jaar na de crisis van 2008 van 0,83% van het bruto binnenlands product. Terwijl Italië een overschot had in die periode van 1,21%. Dus de Italianen hebben in feite een betere balans dan Nederland. Het probleem dat ze hebben is dat ze meer uitgifte moeten maken aan rente op de bestaande schulden. Dus de manier hoe die crisis op dit moment, waarom die crisis op dit moment voor de Italianen zo moeilijk is om te bestrijden, is omdat er dus zo'n groot deel van hun budget naar schuldenlasten gaat. En omdat ze niet genoeg ruimte hebben om opnieuw te lenen op de markten zonder paniek te veroorzaken bij investeerders. Dat die schuld onhoudbaar wordt. En in feite zijn die eurobonds of die coronabonds dus een manier om ervoor te zorgen dat Italië en Spanje kunnen lenen op een collectief Europese schaal. Dat zorgt ervoor dat hun rentekosten omlaag gaan. Maar het zorgt er ook voor dat die schulden, die nieuwe schulden die gemaakt worden, op Europees niveau gegarandeerd worden. Dus dat investeerders niet gaan denken, oh, Italië heeft zo'n hoge staatsschuld, die gaan zo meteen in een nieuwe schuldencrisis terechtkomen. Dat zou natuurlijk het allerergste zijn, als je zo meteen uit de coronacrisis komt en direct een nieuwe schuldencrisis ingaat. Dus het idee van coronabonds is nog niet eens zo heel radicaal. Het is niet eens, het is absoluut niet iets wat heel erg veel solidariteit vergt. Het enige wat het zou betekenen is dat de schuldenlast gecollectiviseerd wordt op Europese schaal. En dat de Nederlandse staat en de Duitse staat dus een iets hogere rente betalen op die obligaties dan dat ze zouden betalen als ze op eigen naam zouden lenen. En die bijdrage, die is in feite voor de eurozone als geheel, is die goed. Want die zorgt ervoor dat landen als Italië, die het hardst getroffen worden, dus beter die crisis kunnen bestrijden. Uiteindelijk is dat ook een Nederlands voordeel. Op het moment dat Nederland, op het moment dat de crisis door blijft bestaan in Italië, is er een risico dat het ook naar Nederland blijft verspreiden, zowel medisch gezien als economisch gezien. Maar er is natuurlijk ook het gevaar dat Nederland gewoon de hele exportmarkt verliest. Dus zelfs vanuit het perspectief van Nederlands kapitaal zou het goed zijn om die coronabonds door te voeren. Omdat je daardoor als geheel, als Europa als geheel, beter die crisis kunt bestrijden. Het is absoluut geen anticapitalistisch instrument. Het is absoluut niet eens zo'n heel erg radicaal links experiment. Het is eigenlijk, denk ik, gewoon een soort van rationele, tijdelijke oplossing om te voorkomen dat die crisis compleet uit handen loopt.
Maar dat wordt dus door Nederland tegengehouden. Wordt ook door Duitsland tegengehouden, maar Nederland heeft zich echt ontpopt als het gezicht van het verzet tegen die coronabond. En ja, zoals we allemaal weten, zit daar natuurlijk ook wel een verhaal achter van de nationale politiek. Ik denk ook dat Rutte wel degelijk de hete adem van Wilders en Baudet in zijn nek voelt. En dat hij met het oog op de verkiezingen denkt dat als hij niet hard kan zijn op het gebied van een lockdown, omdat de Nederlandse bedrijven zich daartegen verzetten, dan kan hij in ieder geval hard zijn naar de rest van Europa en op die manier nog misschien nog wat stemmers bij Wilders en Baudet wegkapen. Kan in ieder geval laten zien dat hij niet zomaar Nederlands belastinggeld naar het buitenland zou laten gaan. Natuurlijk een complete foute manier van dit probleem neerzetten. Maar dat is wel hoe hij het op dit moment doet, denk ik, voor ja, nationaal, lokaal, politiek gewin. Uiteindelijk is dat hartstikke kwetsbaar. Ondermijnt de hele eenzaamheid van, of de hele idee van gemeenzaamheid binnen Europees verband. Maar daarnaast is het ook gewoon vanuit de Nederlandse optiek. Uiteindelijk ja, schiet je jezelf ermee in de voet. Ja. Dus ik zie het niet als een de coronabonds als een soort van be-all, end-all solution voor dit probleem. Maar het is wel heel tekenend hoe Nederland zich nu op dit moment daartegen heeft verzet. De moralistische argumenten die het daarvoor naar voren brengt. En het feit dat het zich dus die woede van de zuidelijke landen op de hals haalt. Op dezelfde manier als Dijsselbloem dat deed toen hij het had over drank en vrouwen. Waar de zuiderlingen zogenaamd hun geld aan verkwanseld zouden hebben. En op dezelfde manier zoals de Nederlandse regering dat al deed in 2010. Toen ze zich verzetten tegen de Griekse reddingsprogramma's. Dus het is in feite gewoon, Nederland houdt voet bij stuk en blijft hetzelfde verhaal vertellen. Maar lijkt niet te accepteren dat de situatie nu op een structurele wijze is veranderd. En dat verzet tegen die coronabond ja, uiteindelijk ook gewoon funest kan zijn voor Nederland zelf. Ja, je ziet, je hebt onderzoek gedaan naar de schuldencrisis in Griekenland. Zoals je al zei, was er een vergelijkbare opstelling door Nederland destijds en ook door andere Noord-Europese landen zoals Duitsland. Zie jij andere parallellen tussen toen en nu? En wat betekent dat dan voor de toekomst van de eurozone, voor de toekomst van Europa, de EU? Wat gaat deze crisis en de reactie van Nederland en het Noorden voor gevolgen hebben? Ja, dat is een hele goede vraag. En ik denk dat die gevolgen enorm zullen zijn. We kunnen ze op dit moment nog niet voorzien. Maar er wordt wel serieus gesproken in wederom niet, absoluut niet radicale kringen, maar echt gewoon establishment circles in Zuid-Europa. Dat deze crisis het einde van de eurozone of de EU zou kunnen betekenen. Als landen als Duitsland en Nederland op dit moment blijven vasthouden aan de lijn die ze de afgelopen 10 jaar hebben vastgehouden. Op het moment dat het continent zijn grootste crisis geconfronteerd wordt met de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Ja, dan geef je in feite aan, als Nederland en als Duitsland zijnde, dat je niet bereid bent om bepaalde investeringen te maken en bepaalde opofferingen te brengen om die gemeenschappelijke unie in stand te houden. En dat wordt heel duidelijk nu in Italië, dat wordt heel duidelijk in Spanje, Portugal, Griekenland. En het was natuurlijk ook al heel erg duidelijk in de vorige crisis. Ik denk wat er vooral een overeenkomst is in de twee, is de houding van Noord-Europa, vooral Nederland en Duitsland. En die tweespalt tussen Noord-Europa en Zuid-Europa. Maar het is nu wel iets gecompliceerder geworden, want het is nu niet meer puur Noord tegen Zuid. Dus België en Luxemburg en Ierland en andere Noord-Europese landen hebben zich ook achter het idee van coronabonds geschaard. Dus het verzet tegen Nederland en Duitsland is nu sterker dan vorige keer. Daarnaast is denk ik de crisis ook veel heftiger. Dus aan de ene kant omdat het gewoon een heel ander soort crisis is. En dat je echt de materiële economie neerlegt. Dus de schok ontstaat niet vanuit de financiële sector, maar ontstaat echt vanuit de productieve economie. En daarnaast omdat de landen die het zwaarst getroffen zijn, nu eigenlijk de twee grootste en twee van de meest economisch labiele landen, laat ik het zo zeggen, in de eurozone zijn. En het gaat dan vooral eigenlijk om Italië en in mindere mate om Spanje. Maar Italië is het land met de grootste schuld in de Europese Unie. Vierde grootste staatsschuld in de wereld. En het werd eigenlijk in feite, ja, het werd al aan het begin van de eurocrisis gezegd dat Italië too big to bail en too big to fail was. Dus op het moment dat Italië in zo'n crisis terechtkomt, kun je niet hetzelfde doen als je met Griekenland hebt gedaan. Door daar een
een noodpakket tegenaan te gooien. In feite is de economie te groot om de bestaande middelen te gebruiken. Dus je moet op een veel grotere schaal gaan denken. Je moet iets veel radicalers doen. Je moet het ook veel sneller doen dan het in de vorige crisis is gebeurd. Om te voorkomen dat die situatie snel uit de hand loopt. En de vraag is natuurlijk of de Europese Unie en de eurozone met de bestaande instituties in staat is om op zo'n daadkrachtige, snelle manier te handelen. En daarnaast solidair te blijven met de landen die het zwaarst getroffen zijn. En als het daar niet toe in slaagt, dan denk ik dat dat een existentiële uitdaging is voor die Unie. En dat we heel erg goed in de toekomst zouden kunnen zien dat er andere landen het Engelse pad gaan volgen. En dan misschien niet eens vanuit een rechtsnationalistische optiek, zoals dat met Boris Johnson en Farage in Engeland is gebeurd. Maar zelfs vanuit zeg maar een establishment perspectief in landen als Italië is er nu enorme frustratie over het gebrek aan solidariteit. En meer beginnen mensen zich daar te realiseren dat er gewoon geen steun komt vanuit Europa. En dat als het erop aankomt dat landen als Nederland en Duitsland dan voor hun eigen hachie gaan. En nooit zullen instemmen met middelen die op collectieve schaal die crisis kunnen bestrijden. Dus ik denk dat dat verregaande gevolgen kan hebben als dat niet snel en op een passende manier en op een solidaire manier wordt opgelost. Ja, lijkt me ook echt een kritiekpunt waar we op staan. En voordat we naar de afsluitende vraag gaan, je noemde dat er zeker bij Italië veel radicalere maatregelen nodig zijn waarschijnlijk dan een steunpakket. Heel in het kort, waar moeten we aan denken dan? Ja, op dit moment gaat het vooral denk ik om mobiliseren van veel meer geld dan er op dit moment gemobiliseerd is. Dus je hebt op dit moment heb je het Europees stabiliteitsmechanisme dat je eerder al noemde. Dat is in feite het potje geld wat is neergezet om in de toekomst, bij toekomstige crisis, dat geld uit te keren aan het land dat in crisis is. Dus om te voorkomen dat je nog door zo'n moeilijk proces moet gaan als met Griekenland, bestaat dat potje geld al. En kun je dat in feite uitkeren aan de landen die in de problemen zitten. Het probleem met Italië is dat de Italiaanse economie veel te groot is en dat die 410 miljard die in het ESM zit niet toereikend zijn om zo'n land te steunen. Laat staan om daarnaast ook Spanje en Frankrijk en wie dan ook te steunen. Too big to bail. Ja, too big to bail, gezien de huidige middelen. Dus je moet radicaler denken, sowieso op het niveau van de schaal. Op het niveau van het aantal, de hoeveelheid geld die je moet mobiliseren om deze crisis te bezweren. Dus dat is één ding. Tweede ding is dat je die ESM, als je die leningen daaruit, als je daaruit een lening trekt, komt dat met bepaalde conditions, ik ben even het Nederlandse woord kwijt. Voorwaarden. Ja, voorwaarden, precies. En de voorwaarden die daar gesteld worden zijn hetzelfde als wat Griekenland heeft moeten doen in het begin van het vorige decennium. En dat is die verregaande bezuinigingsmaatregelen doorvoeren. Nou, het laatste wat je op dit moment wilt doen, als je een land als Italië bent, is om te gaan bezuinigen op het moment dat je juist je hele nationale economie hebt platgelegd. Wat je juist moet doen, is dat je gigantisch veel gaat uitgeven als staat om te voorkomen dat mensen failliet gaan, dat mensen geen eten meer kunnen kopen. Dus je moet dat hele systeem in stand houden door gigantisch veel uit te geven. Op een schaal, wederom, veel radicaler dan wat we tot nu toe gezien hebben. In Amerika wordt er 2 trillion, dat is een biljoen in het Nederlands, geloof ik, tegenaan gegooid. En dat geeft zeg maar aan van wat voor schaal in de Amerikaanse economie omgaat. De EU is als gehele economie niet heel veel kleiner dan de Amerikaanse economie. Je zou op Europese niveau een vergelijkbare hoeveelheid geld moeten mobiliseren om de situatie een beetje in stand te houden. En daarnaast is die 200 biljoen van Amerika is goed genoeg voor een paar maanden. Op een gegeven moment houdt dat ook op en moet je weer opnieuw gaan. Dus deze factoren spelen allemaal mee. Daarnaast moet je denk ik heel goed gaan nadenken op Europees niveau. Wat kun je doen om collectief bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat mensen die hun baan verliezen, nog steeds unemployment benefits blijven krijgen. Of dat ze nog steeds een salaris blijven ontvangen. Dat ook ZZP'ers gewoon nog steeds een inkomen blijven ontvangen in deze periode. En dat zijn dingen waar nu wel over gesproken wordt. En er wordt nu 100 miljard tegenaan gegooid op Europees niveau. Maar wederom is dat niet genoeg. Je moet groter denken, je moet veel meer geld er tegenaan gooien. En dat betekent ook dat je waarschijnlijk op termijn moet gaan zien dat de Europese Centrale Bank een rol moet gaan vervullen, waarbij het mogelijk maakt
voor die staten om die extra investeringen te maken. Daarnaast moet je je afvragen, ja, waar gaat het geld nog meer vandaan komen? De centrale bank kan niet al het geld gaan printen met de pers. Je moet ook echt gaan nadenken over radicale manieren van belastingheffen op kapitaal en op de extreem welvarende elite om dat geld vrij te maken om die crisis te bestrijden. Dus je moet echt gewoon nagaan denken over wat bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog in Amerika gebeurde. Daar werd gewoon 90% belasting geheft op de hoogste inkomensschaal. En dat ging door onder Eisenhower, een rechtse president, na de Tweede Wereldoorlog. Dus wederom hoeft dat niet eens vanuit een anticapitalistisch perspectief te komen. Dat is in het verleden al gebeurd, in een oorlogseconomie. Dan realiseert de staat zich dat het de middelen gewoon nodig heeft. En dat de enigen die middelen hebben, de rijke kapitalisten zijn. Dus daar moet je het geld nu gewoon gaan halen. En als je het geld daar niet gaat halen, dan heb je niet genoeg om die crisis te bezweren. Dat is denk ik het hoofdpunt dat we hieruit moeten trekken. Ja, en ik denk één ding dat we zien naarmate de weken verder vorderen, is dat de staat achter de feiten aanloopt en dat het gedwongen wordt bepaalde maatregelen te nemen die ze gisteren nog niet eens over zouden willen dromen om te nemen. Zoals het feit dat Nederland ook nu salarissen gaat betalen van bedrijven die hard geraakt zijn, enzovoort. Dus je weet waar we eindigen. Ik denk genoeg om nog op terug te komen. Ik hoop dat we jou daar ook nog over terug zullen horen. En al met al, en zo eindig je artikel in Tribune Magazine ook, we staan echt voor een kritieke tweesprong. Je laatste zin is, the way in which this crisis is resolved will continue to shape the course of world history for decades to come. Dat is nogal mondvol. We hebben hier niet heel veel tijd voor, maar zou je in een korte afrondende beschouwing kunnen vertellen over die cruciale tweesprong die je voor ons ziet? Absoluut. Ja, heel kort gezegd denk ik dat we ons nu echt op een historisch kantelmoment bevinden. En dat gevoel leefde denk ik al bij veel mensen voor deze coronacrisis. We zagen het al qua economische crisis, qua sociale ongelijkheid, qua opstanden, qua politieke polarisering en instabiliteit. De hele internationale orde die in feite is gecreëerd na de Tweede Wereldoorlog onder eigenlijk toezicht van de Amerikaanse grootmacht. En het hele neoliberale bestel dat daaruit is ontstaan. Hele multilaterale orde. Dat is nu in feite in een zeer diepe crisis. En ik denk niet dat het deze coronacrisis kan overleven omdat het al zo zwak was. En omdat het al zoveel schulden had. En omdat het al zo fragiel was op financieel vlak en op economisch vlak. En daarnaast ook op politiek vlak. Dus ik denk dat hieruit een nieuwe wereld zal ontstaan. De vraag is, wat voor wereld ontstaat uit deze crisis? En dat is natuurlijk iets wat een sociaal-politieke kwestie is. En daar moet je gaan kijken naar de vormen van sociale strijd, de politieke conflicten, de geopolitieke conflicten, die zullen ontstaan in de nasleep van deze crisis. Want ooit zal die pandemie overgaan. Er komt hopelijk ooit een vaccin. En hopelijk kunnen we allemaal binnenkort weer naar buiten. Maar de vraag is, wat gaan we doen als we weer de straat op kunnen? Kunnen we dan op dat moment samenkomen om die strijd te verheftigen en gewoon echt ervoor te zorgen dat we nooit weer in eenzelfde situatie terechtkomen met z'n allen? En ik denk dat dat echt het historische kantelpunt is waarop we ons nu bevinden. En wat mij betreft worden alle tegenstellingen die zich op dit moment manifesteren alleen maar intenser in de komende jaren. En zullen sociale bewegingen en nieuwe vormen van politieke mobilisatie belangrijker worden dan ooit? We gaan het zien. Een taak voor ons allen, denk ik, om harder te werken dan ooit. Ik wil je heel erg bedanken voor je aanwezigheid in de show. En één lichtpuntje. Ik zie dat jij nog een zonnige tuin hebt waarin je nog naar buiten kunt. We hebben die man voor je. Ja. Ik ben heel erg jaloers. Ja. Heel erg bedankt. En nogmaals, ik hoop dat we in de komende maanden nog een keer terugzien om verder over de ontwikkelingen te praten. Dank jullie wel en heel veel succes met de show. En ik ben heel erg benieuwd hoe het allemaal gaat ontwikkelen. Oké, man. Heel erg bedankt. Tof. Yo. Tot snel. Oké. Nou, Jer, dat was me wat. Het laatste deel van de show. Met name onze toekomstplanning en wat er nog te komen staat. Ik zal je wat vertellen. Waar Jeroen net over had, over wat ons allemaal te doen staat de komende tijd. Daar hopen wij ons klein steentje aan bij te dragen. In eerste instantie zijn we van plan om deze show wekelijks te gaan uitzenden. In eerste instantie zijn we dat aan het opnemen en aan het uploaden naar YouTube.
Maar we zijn van plan om dat in de toekomst te gaan livestreamen. Zodat mensen ook live kunnen meekijken en commentaar kunnen leveren. En misschien vragen kunnen stellen voor de verschillende sprekers die we hebben. We willen ook een diversere programmering gaan doen. Niet alleen maar interviews. Maar ook lezingen, workshops, groepsessies. En ja, precies die andere manieren van politiek bedrijven die Jeroen net noemde. Daar willen we ook mee gaan experimenteren. Kijken hoe we elkaar kunnen steunen in de verschillende linkse bewegingen. Onderlinge solidariteit proberen te bevorderen. Zodat we beter uit deze crisis komen als voorheen. In de aankomende week hebben we Eva Jori Boussaert van Single Supermoms die komt spreken. Out of Network, ja. Ja, daarna hebben we Jay-Z Veldhuizen, dualraadslid bijeen in Amsterdam, die komt praten. En, ook een belangrijke vraag heeft gesteld in Amsterdam aan de gemeenteraad. Een artikel heeft geschreven over de situatie van daklozen in Amsterdam. En al heel wat even bewerkstelligd. Dus dat ook een spreker waar ik naar uitzie. Zeker, ja. We hebben het vandaag natuurlijk gehad over geopolitieke, economische kwesties. Maar we willen ook kijken wat er gebeurt voor alledaagse mensen en tijdens deze crisis. En hoe kunnen we ons organiseren en wat kunnen we daaraan doen? Toekomstige thema's die aan bod gaan komen is dat we gaan kijken naar hoe de wereld gaat veranderen als gevolg van deze coronacrisis. Hoe mensen zich kunnen kunnen organiseren van onderop. Hoe mensen zich aan het organiseren zijn van onderop. En wat is een echt links antwoord op deze crisis? En hoe kunnen we dan beter hier uitkomen als we erin gingen, ondanks alle verregaande gevolgen van sociale en medische ellende. En dat doen we altijd met een kritische kijk op het nieuws, op de media, op big business, op politiek. Dus heb je ideeën, schrijf ons aan op sociale media, via de e-mail. En we hopen, we zitten uiteindelijk samen in deze crisis. We zitten in de lockdown, niet alleen wij, maar hopelijk iedereen op dit moment, om de ergste gevolgen te voorkomen. We komen er op een gegeven moment uit en we hopen dat beter te doen als we erin gingen. Dus dat zijn onze plannen voor de komende tijd. Oké dan, thanks Jer. Ja, ik zie ook vooral uit naar de ideeën die mensen zelf insturen en echt benieuwd waar mensen behoefte aan hebben. Ik weet dat er veel mensen in isolatie zitten, dus laat van je horen. En dan rest mij alleen nog om jullie als kijkers te vragen te helpen met de promotie van deze show. Ik hoef het niet allemaal op te noemen, maar je weet wat te doen. Like ons op Facebook, YouTube, volg ons op Twitter, iTunes en alle andere platforms waar je in de beschrijving links voor vindt. Laat er alsjeblieft je reviews, je ratings achter. Dat helpt allemaal om deze show te promoten. Tweet over ons, post over ons, stuur het door naar je vrienden en kameraden. En laat ons vooral weten wat je ervan vond en wat je graag zou zien. Tot de volgende keer. Ciao.